Ik ben echte Arnhemmer. Politicologie en publicistiek. En ben na die studie ben ik docent geworden aan de Academie voor Journalistiek. Om schrijver te kunnen worden moet je eerst journalist geweest zijn. En ja, ik verveel me nooit. Ik ben altijd bezig met dingen uit te zoeken, te schrijven. Nou, de pieken en de dalen die heb ik wel gehad in het verleden. Korte, krachtige zinnen. Het is leuker om over onderwerpen te schrijven die mij aan het hart gaan. Dat is wel heel bevredigend om te doen. En zo ben ik al een tijd bezig om, daar heb ik ook veel over geschreven op Arnhem Dichtbij, om een boekje te realiseren over Arnhemse meisjes. Ja, dat is het bekende koekje. Dat in. Maar het is ook een onderscheiding die de gemeente Arnhem al 30 jaar uitreikt aan mensen die op een of andere wijze hun best hebben gedaan in Arnhem. En dat bestaat dus al meer dan 30 jaar, maar daar is nog nooit echt over gepubliceerd. En ik wil daar een boekje over maken. Ik ben er ook heel ver in gevorderd, maar op een of andere manier krijg ik het financieel niet spits. Dus het ligt nog steeds op de plank. Maar ik ben er toch wel van overtuigd dat het boekje er wel gaat komen. Die dat beeldje gekregen hebben. En in de praktijk van 30 jaar kan je dus heel wat mensen belichten dan in dat geval. Dus dat gaat er zeker nog komen. Vrouwen, ja. Dat kan ik ook niet helpen. Ja. Ja, bij elke man, hè? Ja, sommige mannen niet, maar... Hè? En van bier. Ja, van bier, ook. Ja. Hoe weet je dat? als ik bij Arnhem Dichtbij ben, hè, op de maandelijkse bloggersbijeenkomst, mm-hmm. Dan drink ik graag een glaasje bier. Of een flesje bier. Of misschien wel twee flesjes bier. Dus dat is zo, ja. Ja.